Goeiedag, dit is Privé TV. Emiel Ratelband moest vandaag voor de rechter verschijnen vanwege bedreiging en mishandeling van zijn ex-vrouw Moon. En Ratelband liet zich weer van zijn slechtste kant zien door zijn biograaf Henk Verharen te lijf te gaan. Vanessa Bontje van de privéredactie sprak exclusief met Verharen en zit nu bij mij. Vanessa, we gaan zo luisteren naar het gesprek met Verharen, maar eerst even de zaak. Hoe is het afgelopen in de rechtbank? Nou, zoals je al zei, Emiel werd aangeklaagd voor bedreiging en mishandeling van Moon van Buren, zijn ex-vrouw, van wie hij 2 jaar geleden is gescheiden. Moon is op een zeker moment, omdat dingen niet goed verliepen, contactmomenten met de kinderen waar Ratelband dan was, op te gaan nemen. Mm-hmm. En ja, daaruit blijkt dan inderdaad dat de mishandeling wel aangetoond is, maar doodsbedreiging niet. De mishandeling heeft Emiel een boete opgeleverd van €750. Ja, want er was nog wel meer geëist, geloof ik. In eerste instantie was er zelfs sprake van een eis met een voorwaardelijke celstraf. Een maand voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar en een taakstraf van 80 uur. Maar dat is er allemaal niet van gekomen. Nee. De rechter heeft er rekening mee gehouden dat er hier om een bekende Nederlander gaat. En vond ook dat de bedreiging, dat er te veel ruis was om te beoordelen of er werkelijk van bedreiging sprake is geweest. Maar nogmaals, de mishandeling, daarvoor is hij wel veroordeeld. Voorafgaand aan het rechtbankbezoek vandaag van Emiel Ratelband, buiten. Er gebeurde van alles. Ja, inderdaad. Onze Henk Verharen, die verslaggever is voor ons en bij de zaak aanwezig was, die stond Emiel buiten op te wachten. Henk heeft een biografie geschreven 5 jaar geleden over Ratelband. En is daarvoor 1 jaar lang in het kielzog van Ratelband meegelopen. Dus die heeft uren en uren getaped, gesprekken en dat soort dingen. Nou goed, toen het boek eenmaal klaar was, was Emiel het er niet mee eens. Het beeld wat werd geschetst, heeft een hele hoop strubbelingen opgeleverd. Uiteindelijk wilde Emiel het nog tegen gaan houden, maar daar is het nooit van gekomen. Dus het boek is gewoon verschenen. Maar ja, de verhoudingen met Verharen waren sindsdien natuurlijk behoorlijk getroubleerd. En toen zag Emiel Verharen bij de rechtbank staan en toen gebeurde er dit. Ja, we zien de beelden. Verharen die filmt dat Ratelband wordt geïnterviewd. Ja, hij dacht, ik laat even zien hoe de aankomst dan verloopt hier in Dordrecht. En Emiel krijgt hem hier in het vizier. En die zegt, hey, ben jij het? En hoppakee, hij pakt de telefoon en smijt hem vervolgens op de grond. Henk is natuurlijk best geschrokken daarvan. Anderzijds geloof ik ook dat hij niet heel erg verbaasd is na alles wat natuurlijk een beetje bekend is geworden. Hij kent hem als geen ander natuurlijk, als biograaf. Daarom, dus wat dat betreft, misschien had hij ook niet anders verwacht. Nee. Maar ik sprak hem eventjes na afloop van de rechtszitting. En dit is eigenlijk wat hij heeft te vertellen, Henk. Ik zie Ratelband aankomen. Ik denk, ik film even de aankomst en zeg, hey Ratelband. Wat hoor ik nou? En dan zegt hij van, oh, ben jij het? En hup, pakt hij die camera. En dan kleine worsteling. En dan gooit hij die camera gewoon op straat. Als het de zaak kan versterken, dat hij, want anders blijft hij maar doorgaan met mishandelingen van vrouwen en kinderen. En dat schiet natuurlijk niet op. Dus als het daar iets aan bij kan dragen, dan zal ik zeker bereid zijn om aangifte te doen. Nou, dat nieuwe aangifte. Ja, inderdaad. Dat kan er zomaar van komen, inderdaad. En ik heb ook begrepen dat afgelopen week, nadat Emiel commentaar heeft gegeven bij ons in de krant, op het eerdere verhaal wat ik had met een vriendin van Moon, die eventjes uit de doeken deed hoe dat de afgelopen jaren daar is gegaan. En toen heeft Ratelband gereageerd en die heeft toen ook nog uitgehaald naar Moon, verbaal, door te zeggen van ja, die vrouw heeft nou helemaal last van een bipolaire stoornis. Toen zei hij er meteen achteraan, oh, en als ik dit zeg, dan kost me dat geld. Want ik mag geen enkele uitspraak meer over haar doen of over de kinderen of foto's tonen of wat dan ook op straffen van een per uitlating of per overtreding van een paar honderd euro boete. Nou goed, daarover wordt nog gesproken. Ik heb de woordvoerder van Moon daar nog eventjes over gesproken. Dat is Werner van Bentum. En hij is jurist en hij zegt, nou ja, aan de ene kant willen we niet heel erg graag voeden dat er nog meer publiciteit komt. Emiel staat erom bekend dat hij eigenlijk alles aangrijpt om er zelf dan weer beter uit te komen. Nog opportunistisch ingesteld. En hij zegt, maar anderzijds is het natuurlijk wel zo dat de rechter heeft bepaald in een kort geding dat hij dat niet mag doen. Dus we laten ons licht daarover schijnen. Vanessa, tot zover hoe het vandaag gegaan is en de reacties en hoe het plaatje ervoor staat. Nu toch even een klein beetje speculeren. Weet je wat ik denk? Dat die Ratelband het helemaal expres doet. Dat hij zo Verharen aanvalt en de telefoon afpakt. Want nu gaat het weer daarover. En het gaat gewoon niet over dat hij vandaag gewoon veroordeeld is.
Daar zou je gelijk in kunnen hebben. Aan de andere kant lijkt het me voor een man als Ratelband, die op het matje moet komen voor bedreiging en mishandeling, bijzonder onhandig dat je dat gewoon voor de ingang van de rechtbank, eigenlijk het beeld wat van hem nu natuurlijk is ontstaan, dat je dat ook nog even bekrachtigt. Ja. Dus het zou me verbazen, het zou behoorlijk onhandige actie vinden als dat het geval is. Dan wordt het eigenlijk de opvliegende karakter weer bevestigd. En dat is... In mijn ogen wel. Ja. Ik ben zomaar bang dat dit niet de laatste keer is dat wij over Emiel Ratelband spreken. Dat zou zomaar kunnen komen dan. Vanessa, dankjewel. Tot zover Privé TV voor nu. Meer nieuwtjes en video's uiteraard op onze website. Dag!